genade, gade dame. Er zit nou zoveel spanning even in me van... Ik wil zo graag slagen eigenlijk, zeg maar. Ik wil mezelf trots maken. Ik wil Rood trots maken. Ik wil mama trots maken. Nou, ik sta dus eventjes hier eventjes lekker een beetje te hangen. Want ik mag nog niet voor het gebouw gaan staan, zeg maar. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 16 maart 2022. En het is nu 7:05 in de ochtend. En ze zijn blij. Want wie komt daar aan? Dat is Ro. Ja, yes sir. Ja, ook gezellig. Dus ja, ik ben al wakker. Dus... ja, want anders had ik de vlog niet kunnen openen vanzelf. Dus ja, ik ben nog een beetje loom. Ik moet echt nog wakker worden. Maar dat maakt niet uit. En dan mag de pret niet drukken. Wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Oh, oh ja. Jo. Nou, de meiden gaat... Hey schatje, ja, ga met papa mee dan. Ja, en daarom moet je hem ook niet daar aan dat ding hangen. Laten hangen. Nou, gewoon eventjes op dat moment en tussen je benen klemmen. Natuurlijk, is altijd handig. Ja, is goed. Neem jij je bord maar mee. Een plaat er voor je bord, zeker of niet? Een bord er voor je kop. Doei, doei. Ja, dank je. Nou, daar gaan de dames hoor. We'll be right back.
Nou, ik loop even buiten, want ik ben nog niet aan de beurt bij het CBR, maar de spanningen die vliegen momenteel om oren. Want weet je wat het is? Ik ben al gewoon al 9 jaar bezig. Vanaf 2013. Mijn ex heeft nooit eigenlijk een schop onder mijn hol en gegeven, zeg maar, om toch mijn rijbewijs te gaan halen. Het was alleen maar autorijles. Nu heb ik dan via 1, 2, 3 geslaagd, zeg maar, gedaan. En het was vanaf 10 uur tot eigenlijk net alleen maar les. Dus dat is al heel veel voor mij. Gewoon zoveel. Ja. Even die spanning, weet je? Er zit nou zoveel spanning even in me van... Ik wil zo graag slagen eigenlijk, zeg maar. Ik wil... mezelf trots maken. Ik wil Rood trots maken. Ik wil mama trots maken. Maar... En ik weet ook wel dat dat niet altijd kan. Dat weet ik zelf ook wel. Maar... Het is ja... Hè. Ik wil het zo graag, weet je. En ik weet ook wel wat ik heb gezegd en tegen Ro. Van, slaag ik niet, dan doe ik het wel gewoon op en op een andere manier. Maar daar is ook al, ik ben al 9 jaar bezig. 9 jaar bezig. En dan wel met tussenpozen erin. Maar alsnog, ik ben wel al 9 jaar bezig. En het mag wel eens een keertje dat ik een keer geslagen. Dus we gaan het zien zo meteen straks. Ik laat jullie zo meteen even wel weten hoe laat ik dat heb. Dus ja. Ik heb nog wat broodjes bij me, dus die ga ik ook zo meteen even opeten. Even lopen, eventjes niks aan mijn hoofd. Eventjes rust. Eventjes verstand op nul, zeg maar. Proberen. Nou, ik sta dus eventjes hier eventjes lekker een beetje te hangen, want ik mag nog niet voor het gebouw gaan staan, zeg maar. Maar het is nu dus 17:44 en ik moet om 18:40 te wezen, dus ik heb nou nog ruim een uur eventjes aan de pauze te houden, zeg maar. Dus ik heb hier nog broodjes, ik heb hier nog wat water en ja, gewoon eventjes tot mezelf te komen. Eventjes adempauze. Daarom zeg ik al, het is gewoon vandaag zoveel. Zoveel informatie. En met allemaal andere mensen die ik gewoon niet kan. En het is al voor mij al dan heel erg moeilijk om dan toch te concentreren. En ja... Ik weet even niet hoe ik het uit moet leggen, maar gewoon, weet je, je moet en concentreren een hele lange dag focus. En dat is gewoon al heel moeilijk voor mij. Want daarom zit ik ook niet op en op een school, omdat ik dat gewoon in principe niet trek. De hele ochtend was ik al een beetje moe en mijn ogen die vielen zowat continu dicht. En eigenlijk rond 1:00 werd ik eigenlijk een beetje wakkerder. En toen had ik iets van, hey, ik ben er. Weet je wel? Dat soort. Zoiets. Nou, ik zie wat. Een pompeljantje. Leuk. Maar nee, het is gewoon even de ontlading. Ik ga eventjes in tot mezelf komen en dan... horen jullie wel nadat ik mijn toets heb gedaan? Ja, toets, examen, weet ik het. Daarom dat ik ook al tegen Roos zei van, even zak ik en dan zak ik maar. Maar ja, alleen ik wil het gewoon wel heel graag halen. Dus ik zet alweer een hele hoge druk op mezelf. En dat weet ik. En eigenlijk moet ik het gewoon ook niet doen. Dat weet ik ook heel goed van mezelf. Maar alsnog doe ik het wel. Waarom weet ik niet waarom ik die druk zo hoog op mezelf leg. Maar
Dat ben ik eenmaal. Kan er ook niks aan doen. Nou, ik ga eventjes lekker broodje eten. Eventjes, inderdaad, wat ik al net al zei, even tot mezelf komen. Hoop ik, fingers crossed, dat ik ga slagen. Ik heb een donkerbruin vermoeden van niet. Dus dan hebben jullie mij helemaal zometeen aan het janken, zeg maar. Maar dat gaan we dan zometeen wel zien.